Nieuwe Rij in Overschild, in het aardbevingsgebied, is het eigenlijk begonnen. We zijn met vier jongens, zijn we eigenlijk een soort wild idee hebben we gekregen om een windmolen te gaan maken, waar we zagen dat er steeds meer weerstand kwam tegen die grote windmolens. Zonnepanelen heb je alleen maar zomers en overdag wat aan. Dus we dachten, we moeten gewoon een kleinschalige windmolen maken die in het landschap past en waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. En dat blijkt gewoon iets te zijn wat zowel boeren als dorpen echt kunnen gebruiken om hun eigen energie op te wekken. Op deze locatie zijn tussen de 15 en de 20 man aan het werk. En er worden hier nu 8 van dit soort windmolens per maand geproduceerd. En daar heeft het Economic Board ons daarin gesteund om eigenlijk die voorfinanciering te regelen, zodat we de materialen konden kopen en eigenlijk gewoon die hele productie hier konden opstarten om te zorgen dat we hier in serie die molens kunnen produceren. Het is een hoogwaardig product. Je ziet kennisontwikkeling erbij betrokken worden. Wij geloven erin dat we op termijn gewoon een heel gebied op deze manier van duurzame energie kunnen voorzien op een economisch haalbare manier. Waardoor een krimpregio zoals bijvoorbeeld toch het aardbevingsgebied is, echt een nieuwe impuls krijgt. Die kansen liggen nu in Groningen en die lijken nog niet op.